In 1984 was Nelson Mandela geen bekende naam buiten het activistische circuit. De Zuid-Afrikaanse anti-apartheidstrijder zat op dat moment al 21 jaar gevangen op Robben-eiland. South Africa is the country of many races. There is room for all the various races in this country. Het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime was wel al eerder onder de aandacht gebracht door een Westerse muzikant, Peter Gabriel. Hij schreef een nummer over burgerrechtenactivist Stephen Biko. A man who was imprisoned, tortured and killed in a jail in South Africa. Oh, Biko, 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 Biko. In 1983 hoort muzikant Jerry Demmers bij een concert van Hugh Masekela de kreet Free Nelson Mandela. Geïnspireerd schrijft Demmers bij thuiskomst het nummer Nelson Mandela met zijn band The Special AKA. Anders dan bij Peter Gabriel koos Demmers voor een meer vrolijke toon om de apartheid onder de aandacht te brengen. Het nummer wordt een hit. Door Mandela's ANC en de zwarte Zuid-Afrikanen wordt het nummer direct omarmd, hoewel de Zuid-Afrikaanse autoriteiten het nummer in de ban doen. Maar de melodie van het refrein is zo aanstekelijk dat hij makkelijk onthouden werd. Sommige mensen die de single hoes zien, denken in eerste instantie dat Free Mandela's voornaam is. Maar de boodschap over de apartheid op de achterzijde doet zijn werk. Ook andere muzikanten gaan erover schrijven, zoals Stevie Wonder. It really is saying that the rest of the world has to do something and has to respond. De Mandela Mania culmineert in 1988 als er een Nelson Mandela Birthday concert wordt gegeven in het legendarische Wembley Stadium in Londen. Een concert vergelijkbaar met Live Aid van 3 jaar daarvoor. Het lot van Mandela is vanaf dan wereldwijd bekend. Twee jaar later leidt de Zuid-Afrikaanse president Frederik de Klerk het einde van de apartheid in. Nelson Mandela komt op 11 februari 1990 vrij. Als Mandela Jerry Demmers na zijn vrijlating spreekt, complimenteert hij hem met de song. Wel wil Mandela nog een stukje geschiedvervalsing rechtzetten in de tekst. De omstandigheden in de gevangenis waren slecht, maar zijn schoenen hadden wel de juiste maat.